bent terug, ook met geluid via de commentaarlijn in de Olympic Oval, waar de dweilpauze erop zit. En in het Oost-Duitse kamp nog een beetje wordt nagepuft over de vernietigende slag die andermaal door Yvonne van Gerp is toegebracht. We hebben nog een zevental ritten voor de boeg, die we waarschijnlijk niet allemaal rechtstreeks voor u zullen kunnen volgen. Want er zijn ook nog andere Olympische sporten die de aandacht vragen. Voorlopig gaan we nog even hier blijven bij het schaatsen. U kijkt naar Jelena Tumanova uit Tjerjinsk. Dat ligt in het centrum van de Sovjet-Unie. En hier is Jen Goldman uit Glenview, Connecticut. Go! De beide voorgaande Russische deelnemers die hebben gereden hier, ze hebben allebei een tijd van in de 7.28 gereden. Nieuw Russisch record. Staan daarmee vierde en vijfde in het voorlopig klassement. Dat lijkt dus op zich helemaal niet zo gek, maar als je naar het verschil in tijd kijkt, en dat is bijvoorbeeld de uitdrukking van de prestatie, dan is dat verschil toch heel groot. Tumanova en Goldman voor de 5000 meter. '20:99 is de opening over de eerste 200 meter van Tumanova. Het zijn allemaal 22-jarigen die de Sovjet-Unie hier op het ijs brengt op deze afstand. 55-50. Daarmee is hij sneller dan haar landgenote Boyko, die voorlopig op een vierde plaats bereikt. Slechts een paar meter de achterstand bij het uitkomen van de buitenbocht, terwijl we op weg zijn naar de 3800 meter, waar we voor Tumanova 508.80 noteren, 3400 meter moet ik zeggen. Hier is Goldman 6.23 rond, zit daar dus dik 2 seconden onder. En dan staat de klok stil op 7.00.64. 1/3 seconde sneller dan Marieke Stam. En dat is ongeveer net de tijd die ze nodig heeft om dat nieuwe Amerikaanse record te rijden. Tumanova definitief geklopt. Goldman in het laatste stuk. En denk dan nog eens even terug aan die 7.14.13 die daarboven staat van Yvonne van Gennep. En kijk naar het verschil. 7.36.98. Inderdaad, op 200ste van een seconde realiseert ze dat nieuwe Amerikaanse record op de 5000 meter. En Tumanova finisht in 7.40.82. Tijden voor de statistici. En die zullen ze met graag te noteren nemen.